kijken hoor. Ja. Eerst de dikke maar even doen. Deze is voor groep 8 altijd. Luca! Nee. Deze is voor meester Bram. Deze is voor juf Marianne. Oh, deze is ook voor meester Bram. Gaat over de computer. Huh? Nee hoor, ik zie er een van het ministerie, die is jammer genoeg voor mij. Ik zie er nog een over vuurwerkquiz. Oh, bedoel je deze? Onbelangrijke post. Nou, dan gooien we die van het ministerie maar even weg. Nee, die van de minister, die gooi ik even weg. Sinterklaas is toch veel belangrijker? Is zijn. Nou, daar staat op mevrouw Van Harten, basisschool Ichtus, Waddelaan 2. Nou, dat klopt. Ik mag hem openmaken. Mijn naam staat erop. Sinterklaas. Op zijn paard. Oeh, echte handtekening Sinterklaas. Lieve kinderen. Wat is dit een stormachtig jaar, schrijft Sinterklaas. Jullie weten natuurlijk van mijn staf die we vergeten zijn uit Spanje mee te nemen. En toen waren ook nog de cadeautjes zoek. En je zal het niet geloven, maar nu hebben we nog een probleem. Mijn lieve schimmel is uitgegleden over een pepernoot. Nu moet hij dringend naar de hoefsmid om een nieuw hoefijzer erop te laten zetten. Nou zeg, laat die afspraak nou net op 5 december zijn. Het had niet slechter uit kunnen komen, want het is de dag dat ik samen met de Zwarte Pieten naar Ichtus kom. Ik kijk er altijd naar uit om de kinderen, maar ook de juffen en de meesters te bezoeken. Gelukkig kwam de ideeënpiet met een supergoed idee. Op 5 december om 1:15 kom ik niet op mijn schimmel, maar met de helikopter. Komt hij zeker even tussendoor naar ons. Hij schrijft nog meer hoor. Ik heb de regelpiet al vooruitgestuurd om even een kijkje te nemen waar ik zou kunnen landen. Maar die vond het wel heel lastig. Hebben jullie misschien een ideetje? Ik zou het fijn vinden als jullie helpen meedenken. Tot 5 december. En vergeet niet af en toe je schoen te zetten, hè? Groeten van de Sint en de Zwarte Pieten.